Ga je ondernemen? Dan begin je met een inschrijving van jouw bedrijf in het handelsregister bij KVK. Gefeliciteerd. Vanaf dan is het officieel. Je bent ondernemer. Waarom schrijf je je eigenlijk in? Waarom is het handelsregister openbaar? En wat doet KVK voor ondernemers? KVK is opgericht om het ondernemen in Nederland te stimuleren en veiliger te maken. Een goed ondernemersklimaat zorgt voor een betere economie, meer banen en meer welvaart. Ze helpen je bij het starten van je onderneming. Als je internationaal wil ondernemen, we stimuleren innovatie en organiseren seminars en workshops. En we beheren het handelsregister. Het handelsregister biedt veel gemak. Jij kan meteen aantonen dat je een bedrijf hebt. Je KVK-nummer is als het ware jouw ondernemers-ID. Deze kun je gebruiken om bijvoorbeeld een zakelijke bankrekening te openen of om inkopen te kunnen doen bij een groothandel voor bijvoorbeeld kantoorspullen. Het handelsregister helpt bedrijven ook om hun dienstverlening te verbeteren. Met deze data kun je bijvoorbeeld klantgegevens in je webshop prefillen, zodat klanten dat niet telkens opnieuw hoeven te doen. Maar het belangrijkste doel van het handelsregister is dat het zaken doen een stuk veiliger maakt. Je ziet namelijk met wie je te maken hebt, wie tekeningsbevoegd is en of er misschien sprake is van een faillissement. De data is gegarandeerd rechtszeker. En omdat iedere onderneming hier gebruik van moet kunnen maken, is het handelsregister openbaar. De openbaarheid zorgt ervoor dat jij andere ondernemers kunt benaderen. Maar dat kunnen andere ondernemers dan ook bij jou. Zo kan het voorkomen dat je benaderd wordt voor marketingdoeleinden. We snappen dat dit vervelend kan zijn. Daarom hebben we een aantal tips over hoe je het gebruik van jouw gegevens door anderen kunt beperken, voor je op een rijtje gezet. Kijk op kvk.nl/jouwgegevensopenbaar als je meer wil weten over de openbaarheid van jouw gegevens.